Tennessee is ook nu weer onder overweldigende belangstelling de rockzanger Elvis Presley begraven. Een zeer select publiek, onder wie John Wayne en Carolyn Kennedy, begeleiden de populaire zanger naar zijn laatste rustplaats. Duizenden stonden langs de weg die de witte auto ging met de koperen kist en het stoffelijk overschot van de zanger, die begin deze week op 42-jarige leeftijd overleed. Nog was er een vrouw die een vertwijfelde poging deed om in de buurt van de begrafenisauto te komen. In dit mausoleum ligt Elvis begraven. Het zal in de toekomst open zijn voor het publiek. Nu ligt het front van het monument bedolven onder de bloemen. Ongeveer 200 familieleden, zakenrelaties en vrienden mochten op de begraafplaats bij de laatste plechtigheid aanwezig zijn.